Jaan, Jaan, Jaan! Hoi, ik ben Tom, wereldberoemde acteur. En ik heb nu de eer om in For Effort te spelen. Ik vind het echt leuk. Het is een eer voor hun, denk ik. Ja, het is een eer voor hun. Ik speel de pestkop, Stefan. Dit is Stefan, de pestkop. De pestkop, de slechterik van het stuk. De slechterik van het antagonist. De antagonist. Hey. Hey. Het is heel anders dan mijn vorige rol. Want het is echt de eerste keer dat ik zo'n klein jochie die speelde in de pestkop. Ja, het is leuk. Ja, want daar kende ik hem van 100% Coco. Ja, en toen speelde ik een liefertje en dat ben ik nu niet. Toen dacht ik, ga je nou beste. Oh. En dat kan hij ook. Wat slechte cast, maar... Nee, toch niet. Het maakt het wel spannend, jij. Veroorzaakt veel. Het is Tom zijn laatste scène. Dus het is een tragisch verhaal. Oh, dat kan je echt goed vertellen. De laatste scène van Forever. Echt lief. Trouwens. Wat lief. Lief, hè. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een nieuwe scène opnemen. Het is wel een leuke scène, want ik heb ruzie met Bloem. Of nee, eigenlijk niet. En ik haal een grapje uit met Bloem. Dus spannend weer. Lekker weer boos. En dan weer blij, dus alle emoties door elkaar gehusseld en zo. Ha! Sorry dat ik stoorde. Oh ja, ja, maar ik kom eigenlijk alleen langs om, eigenlijk iets te zeggen. Ik heb nagedacht over ons gesprek en wil je misschien maar mij naar de film? We beginnen maar een klein stuk mee. Ja, 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 tuurlijk wil ik met je naar de film, inderdaad. En dan, problemen? Dus stoer, omhelst en we zijn weer together. Bang! Leuk. En actie. Riley. Hey. Ging het goed? Nee. Wat is er gebeurd? Ik liet Rio gewoon zijn telefoon vallen op de grond. We hebben gewoon doorgespeeld. Daarna zeiden we nog een woord tegelijkertijd. Dus het gaat even over nu. Ik schaam me een beetje. Ik hoop niet dat de telefoon... beschadiging heeft opgeleverd, opgeraakt. Dus ik zal hem straks wel even gaan vragen. Maar voor nu doen we het gewoon lekker nog een keer.